Estelle is een jonge vrouw, heel succesvol in de zakenwereld, maar dat maakt haar niet gelukkig. En dus gaat ze op zoek naar meer diepgang in haar leven. Vertelt aan haar hartsvriendin, Sophie, gezongen door Nicky Treurniet, dat ze van plan is om naar een guru te gaan in een ashram in Zweden. Sophie is daar niet zo blij mee. I was your blistered feet in Santiago de Compostela. We tried ayahuasca, talked about sex and religion. Maar Estelle is absoluut vastbesloten. Als ze daar eenmaal aangekomen is, valt alles zwaar tegen. En het wordt er allemaal niet beter op het moment dat ze door de groep wordt meegevraagd op een spirituele wandeling. Consider nature as it is, do not call her mother. Do not praise her for her beauty, which is nothing but projection. And ties you to your body and emotion. Beter op het moment dat ze van een van de volgelingen, John, gezongen door Berend Eikhout, te horen krijgt dat de master alleen maar spreekt met volgers uit zijn inner circle. Estelle gaat heftige dingen meemaken. Vooral in de tweede acte, waarin alle karakters zo'n 10 jaar ouder zijn als in de eerste acte. Maar juist daardoor kan ze transformeren en krijgt ze nieuwe inzichten en wordt ze ook een stuk milder. Het thema van de opera, de zoektocht naar de spirituele verlichting, is voor mij universeel en tijdloos.
Lisanne van Brederode heeft daar een libretto bij geschreven, wat heel erg herkenbaar is en supergoed past in deze tijd. Die mix van vertrouwd idioom en eigentijdse klanken vind je ook terug in Peter Korenmans compositie. Hij schrijft heel erg goed voor stemmen. Ik heb al eerder een lied van hem mogen vertolken, waardoor ik ook heel erg getriggerd ben om opnieuw werk van hem uit te voeren. En ik moet ook daarbij zeggen dat ik me heel erg vereerd voel dat Peter met mij in gedachten aan Estelle is begonnen schrijven. En wij kunnen niet wachten om dit voor jullie te kunnen presenteren. En we hopen in de komende maanden alle fondsen bij elkaar te krijgen om dat ook waar te maken.